Louvre heeft dat narrenschip in de collectie. Het enige schilderij van Jeroen Bos. Onbetwiste Bos in Frankrijk. En we documenteren dat op de manier zoals we dat met al die andere schilderijen doen. En dat is heel grondig. Het is voor het eerst dat we dit schilderij nou eens uit de lijst zien. En normaal gesproken hangt dat aan de muur. En weet je eigenlijk niet wat er onder die lijst zit. Dat is al bijzonder. We kunnen eens rustig de achterkant bekijken. Het horeca ervaart. Je werkt in een café. Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk. Gewoon omgaan met dat ding als een ding. Ja. En ja, god, zij is verantwoordelijk, dus. Ja. Kijk, wij zouden het zo niet doen. Ja, nee. Ik denk zo. Do you need something to look at the back? I have glass. Not, you have got? You glass. Have some? Okay. Look at it. Okay, I come back with the two. Het is prettig als je het hier gewoon opnieuw kan leggen, toch? Ze vond dat de conditie niet zo goed was. If you want to have a coffee, you have to go outside. I'm sorry. To have a coffee? Nee, hij werkt door. Want... Laat Luc maar werken, joh. Vraag die voor dit schilderij natuurlijk van groot belang is, omdat we weten dat dat narrenschip een fragment is geweest van een drieluik. Het narrenschip is het linker binnenluik geweest in het bovenste gedeelte. Dat is doorgezaagd zeg maar op 2/3 en een onderste fragment bevindt zich in de Verenigde Staten, in New Haven. Het rechter binnenluik bevindt zich in Washington, National Gallery of Art. De buitenluiken van dat triptiek zijn gevormd geweest door de marskramer die zich nu in Boijmans van Beuningen in Rotterdam bevindt. Op enig moment, waarschijnlijk in de 19e eeuw, is dat paneel in de lengte doorgezaagd en zijn die voorstellingen van elkaar gescheiden. Hoe dat narrenschip zich verhoudt tot de andere fragmenten die we nog over hebben geleverd, dat is natuurlijk wel een extra aandachtpunt voor ons hier in het Louvre. Ik geloof niet dat dat zo rationeel gebeurd is. Nee, daar is helemaal niet over nagedacht. Nee. Dus je zaagt eerst zo. Als je soms een paneel bekijkt wat niet helemaal recht is. Ja, precies. Het paneel heeft zijn curve. Als die zaag er recht doorheen gaat, dan ga je dus al door de verf heen. Ja, dus ze zullen, om te zagen, moeten ze hem recht doen. Zullen ze dat precies geplet hebben. Ja. Kan niet anders. Ja. Ze gingen zo anders om met het materiaal. Het middenpaneel, dit is een reconstructie, dit kennen we niet. Weten we niet wat dat is. Maar dat hoofdtafereel, dat missen we. Om dat narrenschip echt te kunnen duiden, hebben we dat hoofdtafereel wel nodig. Wat we kunnen zien is, we hebben die marskramer, die man die door het leven gaat. Smalle weg, brede weg, het moeilijke pad, het makkelijke pad, de zondigheid. Dat narrenschip dobbert letterlijk door de zondigheid van het leven. En dan rechts hebben we het eind
van het mensenleven. Dus het is wel die levensloop. Maar wat is nou het hoogtepunt? Wat is de clue van het verhaal? En die moeten we nog zoeken. Christoffel is de grote, hè? Ja, die maat klopt nog niet. Maar die Antonius in Zuid-Amerika.